Museum het Valkhof heeft dinsdagmiddag officieel de sleutel overgedragen aan de gemeente Nijmegen. De gemeente heeft het museum gekocht om de toekomst van het Valkhof veilig te stellen. De gemeente koopt het gebouw voor 4,9 miljoen euro. Dat bedrag moet het Valkhof in de komende jaren wel gaan terugbetalen als huur. Daarnaast investeert de gemeente Nijmegen 11 miljoen euro voor het opknappen van het museum.